hier bij Domein Ogenlust. Heel fijn dat u aanwezig bent in grote getalen om deze netwerkbarbecue te beleven die traditiegetrouw het laatste evenement is voor het zomerseizoen. Hartelijk dank aan Marcel en Monique van Dijk voor het mogelijk maken van deze ontvangst op deze unieke groene locatie Domein Ogenlust. We zijn vandaag met WTCE Zaken Sociëteit te gast bij Ogenlust in Eersel. En we staan hier bij Marcel van Dijk, de eigenaar van Ogenlust. Wat is Ogenlust precies? Wat betekent het? Ogenlust is van origine een bloemenwinkel. Al 34 jaar en 2 dagen. En wij brengen sfeer en beleving in de ruimste zin van het woord. En dat doen we globaal, nationaal en regionaal. We hebben een winkel en dat is eigenlijk de kraamkamer van onze creativiteit. Hier gebeurt het, zeggen we altijd. Dan hebben we een heel groot magazijn waar we onze spullen in opslaan. Omdat wij in de kredel-to-kredel gedachte toch wel heel veel hergebruik doen van materialen, van decorstukken, van ondergronden en dergelijke. Daar hebben we ons magazijn voor. We hebben onze werkplaatsen. We hebben een kunstgalerie van Hans Persoon. De Stroeks Academie. We hebben onze kantoren. En we hebben een multifunctionele expo-ruimte. En een kas waar we planten in opslaan. Ja, het doel is echt sfeer en beleving creëren voor onze opdrachtgevers. En als we dan nog de boodschap van de opdrachtgever erin kunnen vertalen, heel graag. Ele rodeia na beira de um caverdeão. Moda borboleta, ele senta na mim. Je hebt dus gezegd, ja, hier is mijn droom nu eigenlijk uitgekomen. Is er dan niets meer verder te dromen? Is dit het dan? Jawel, ik droom elke dag. Mijn beroep is dromen. Want ik droom in sfeer en ik droom in realiseren van sfeer. Ik droom in gebouwen mooier maken. Het was voor ons een droom om het bedrijf in de natuur te plaatsen. En het was voor ons ook een droom om mensen kosteloos te inspireren. Dus we willen hier in de natuur ook landaard gaan toepassen. En het was een droom van ons dat onze medewerkers heel prettig werken. We hebben dit niet gebouwd om meer omzet te genereren. De basis van onze omzet die we hadden was prima. We hebben dit gebouwd om prettiger te werken. Men komt hier vanaf Hannover tot Kortrijk, van Leeuwarden, Amsterdam, overal vandaan. En iedereen kan hier genieten. En als men iets koopt, dan zijn we er heel blij mee. En koopt men niets, dan hoop ik dat ze een prachtige dag hebben gehad. We staan hier met een aantal leden van WTCE Young Professionals. En we gaan even kort met elkaar in gesprek over wat WTCE Young Professionals is en wat het voor hen betekent. Wat Young Professionals voor mij betekent is een businessclub in Eindhoven met jonge mensen bij elkaar. Je hebt een veelheid aan businessclubs waar de leeftijd gemiddeld toch wat hoger ligt. Zonder daar mensen mee voor het hoofd te stoten of de haren van het hoofd te stoten. Maar dit is een unieke mogelijkheid om met mensen van je eigen leeftijd een businessclub te vormen. En ik vind die ontwikkeling met mensen van je eigen leeftijd heel leuk. En je kunt dingen delen, want je zit in dezelfde fase. De hoofdreden is niet eens de business. Maar de hoofdreden is eigenlijk gewoon inderdaad ook om te kunnen sparren met collega-ondernemers. Die inderdaad, wat Pim zegt, in dezelfde fase zitten. Ik ben zelfstandig ondernemer. Sinds kort met personeel, maar 4 jaar zonder personeel gewerkt. Alleen is ook maar alleen. En ja, dan is het toch fijn als je mensen hebt die op dezelfde manier ondernemen, waar je mee kan sparren, die tegen dezelfde dingen aanlopen. En die problemen die jij nog gaat krijgen, waarschijnlijk al een keer opgelost hebben. Ik heb ervan geleerd dat samenwerken is heel erg belangrijk. En zeker in mijn gebied. Ik ben kok in huis en daarvoor heb ik toch wel andere mensen nodig die mij daarmee ondersteunen. En dat heb ik daar heel veel mee geleerd. En daarnaast leer je andere mensen kennen. En dat kunnen ook vrienden worden, zoals deze mensen hier om me heen staan. En dat vind ik ook belangrijk. Nou, ik heb heel veel mensen ontmoet, hele leuke mensen, die net als ik jonge ondernemers zijn. Toch een heel andere manier van bestaan hebben, dat vind ik altijd. Die andere problemen hebben en die heb ik ook en zij ook. En dan kan je samen over sparren en dat vind ik heel leuk. MUZIEK
São Vicente é um Brasilim, cheio de alegria, cheio de cor. Young Professionals is natuurlijk ook ontstaan vanuit de WTC Eindhoven zelf. De behoefte was er ook om te netwerken met jonge ondernemers. Daaruit zijn wij met z'n allen geboren 2 jaar geleden in Young Professionals dan. En ik denk dat het zeker van toegevoegde waarde is om de kennis en ervaring van deze jonge ondernemers te delen met de club van WTC zelf. En niet alleen leren wij van hen, zij leren ook van ons. En dat is denk ik zeker interessant. Hoe lang ben jij lid van de WTC Young Professionals? Nu iets minder dan 2 jaar. Dus ik heb de kick-off helaas niet meegemaakt, maar wel sinds bijna 2 jaar actief en sinds ruim een jaartje in de commissie getreden. Ja. Wat beleef jij eraan? Wat hou je eraan over? Ik ben 2 jaar geleden ben ik zelf gestart in het zakelijke netwerk in Eindhoven. Dus voor mij was het sowieso een hele mooie springplank om daar in binnen te komen. De drempel is toch wat minder hoog als meteen het zakelijke netwerk voor de wat oudere garde die al wat langer meedraait. Dus wat dat betreft heb ik zo mezelf heel mooi in het netwerk kunnen rollen. En veel mensen in Eindhoven ontmoet tot nu toe. Ja. Is het erg moeilijk om al deze mensen, en het zijn er nog wat meer denk ik, hoeveel zijn het er, om die allemaal te managen? In totaal zijn we met 10 commissieleden, maar dat is eigenlijk helemaal niet moeilijk om de commissieleden te managen. Ze eten uit je hand? Dat ook niet, maar iedereen heeft natuurlijk een eigen persoonlijkheid en de ene is zelfstandig ondernemer en de andere is werkzaam bij een bedrijf. Dus daardoor heeft ook iedereen verschillende behoeftes binnen het netwerk en daarom is het ook zo mooi om een commissie te hebben met verschillende mensen, zodat je ook verschillende soorten ideeën krijgt om activiteiten te organiseren. En natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat er weer nieuwe leden bijkomen. Oké, want hoeveel leden hebben jullie nu? We hebben inmiddels 100 leden. 100 leden? Ja. En het doel is? Het doel is om in het najaar nog zeker 20 nieuwe leden te behalen. En die leden die bestaan uit verschillende soorten branches. Dat zijn zelfstandige ondernemers, maar ook young professionals die werkzaam zijn bij een groot bedrijf. Wonen in mijn jas. Oh.